Waarom maakt u nou kans om raadslid van het jaar te worden? Nou, sowieso omdat ik bij de laatste drie zit. Daar ben ik hartstikke blij en vereerd mee. En ik denk ook dat ik mooie dingen heb laten zien afgelopen jaar. En niet alleen ik, maar de hele D66-fractie. Daar ben ik gigantisch trots op. En dat is een beetje de kans die ik maak. Wat zijn dan die onderwerpen waar u zo zichtbaar bij was de afgelopen jaren? Ik denk dat ik met name het afgelopen jaar op een aantal ruimtelijke dossiers mezelf heb laten zien. Ik denk aan parkeren bij het Eindhoven Airport. Ik denk aan een hotel op de Beukelaan wat er helaas niet mocht komen. Ik denk aan een supermarkt in de Canisiuslaan. Al dat soort dingen waarvan ik denk, geef kansen aan de stad. Maak het mogelijk en daar laat ik me horen. Qua politieke stijl, wat is uw onderscheidend vermogen ten opzichte van andere kandidaten hier vanavond? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon sta voor wie ik ben. Ik probeer mijn eigen D66-geluid zo liberaal mogelijk in de stad te laten horen. En dat blijkt te werken, want ik zit bij de laatste drie. Misschien omdat ik nog redelijk nieuw ben in de raad. Ik zit nu 2,5 jaar in de gemeenteraad. Dus ik had net zo goed bij de talenten kunnen zitten, maar ik mag al meedoen bij het raadslid van het jaar. Ik pak even de woorden van Frank de Plaa. Ik blijf me nog steeds verbazen over sommige dingen. En dat uit ik ook gewoon. Dat is mooi dat je dat doet. Stel even hypothetisch. U zou morgen aan de touwtjes trekken in Eindhoven. En u zou mogen bepalen wat er in de stad gaat gebeuren. Wat is nou het eerste onderwerp wat u zou zeggen dat moet echt veranderen of dat moet echt worden aangepakt in de stad? Nou, dan kijk ik even naar een paar dingen waar ik me afgelopen jaar en jaren hard voor gemaakt heb. Dan is er vanaf komend weekend een koopzondag. Voor iedereen wie dat wil in heel Eindhoven. En ik kijk naar een aantal bestemmingsplanvraagstukken waar we denk ik te beperkend zijn in Eindhoven. Dat er meer mogelijk gemaakt moet worden in plaats van dat je zegt nee, dat kan niet. U refereerde al een paar dossiers waarop u zichtbaar bent geworden. Als u nou het belangrijkste wapenfeit van de afgelopen jaren eruit moet pikken, wat zou u dan kiezen? Kom ik toch weer terug op parkeren in Eindhoven Airport. Ik vind het ontzettend jammer dat we daar een monopolist Eindhoven Airport zelf alleen het parkeerrecht geven en dat we al die ondernemers die hartstikke slim omgaan met de parkeerruimtes die daar zijn, dat we die geen kansen geven. Vind ik hartstikke jammer. Daar blijft u op hameren zolang u nog in de raad zit. Ik blijf daar ook hameren en ik merk dat de rechter in Den Bosch op dit moment onze kant op het opschuiven is. Martijn Ament van Masters in Parking die is aan het schuiven. Die biedt op een andere manier zijn parkeerplaatsen aan. Ik moet eigenlijk zeggen, die biedt flexplekken aan. En er zit een parkeerplaats bij. En ik merk dat de rechter daarin meegaat. Dus ik zie kansen voor de toekomst. Ondernemers die zijn hartstikke slim en die moeten wij niet aan regeltjes willen binden. Oké, dank u wel.